Yes, ik ben Pien. Ik ben betrokken bij RKV omdat ik hier voetbal bij het in het zaterdagteam, dames 1. En ja, ik ben betrokken. Ik zit in de feestcommissie. Verder, mijn broer speelt hier. Mijn vader die zit in het bestuur. En ja, ik heb mijn hele jeugd hier gespeeld. Ik ben nu zo'n 10 jaar lid. 10, 11 jaar, zoiets, ja. Ik ben hier terechtgekomen omdat mijn broer die voetbalde altijd op straat en ik ging meedoen. En ja, toen ging hij hier voetballen, toen verhuisde. En ja, op een gegeven moment wilde ik ook iets beter worden. En toen ben ik bij RKV terechtgekomen en toen ja, ben ik bij de meiden mee gaan voetballen. Sfeervol, professioneel en een stukje verbinding. Ja, het leukste toch wel ja, de sfeer in het algemeen. Dus dat je de feestjes kan meemaken, maar ook dat je ja, doelpunten kan vieren, dat iedereen gezellig is. Ja. De afgelopen periode is jammer, het is vreemd. Ja, natuurlijk geen voetbal en ja, dat neemt een stukje gezelligheid weg ook. Dus dat is jammer. Ik zou sowieso zeggen, kom een keer langs, want het is altijd gezellig en onderling in de teams is het gewoon gezellig en wordt alles goed geregeld. En ik zou zeggen, kom een keer een feestje mee. ja, kom een keer bij een feestje langs, dat is ook gezellig.